Welkom bij de hoogtepunten. We begonnen de week met de laatste lijsttrekker die te gast was. Thierry Baudet. Thierry. En we hebben jou op een weegschaal gezet. Nou, dat was een moment, joh. Het was loodzwaar. Echt aan alle kanten. Veel plezier. Mattie en Marieke. Maar ik werd dus vannacht rond een uurtje of één werd ik wakker met een slappe lach. Dat heb ik al nooit gehoord. Ik heb verbaast me ook weer niks bij jou aan de ene kant. Doodeng. Dat is echt doodeng. Het was zo raar. Dus je ziet Marieke Elze gaan slapen en je ziet te wakker worden. Dit kan fysiek helemaal niet. Jawel, ik kon ook niet stoppen. Ondertussen in de berichtenbox natuurlijk alleen maar mensen die het ook wel eens hebben. Bij ons vandaag Thierry Baudet. Thierry. Oh, excuus. Het is Thierry. Thierry. Nee, niet Thierry. Thierry. Is dat nou echt zo'n punt? Ja, het is toch ontzettend lelijk. Thierry. Lelijke manier van die naam uitspreken. Ja, oké, dus het is Thierry. Nee. Er wordt hier met de ogen gerold. Ik wil even een fragment laten horen van een gesprek dat hier heeft plaatsgevonden. Gaan we dat tussen, laten horen? Tussen mij en Marieke. Het is niet overlegd. Mag ik nog even één ding zeggen over Baudet? En het is echt puur op uiterlijk gebaseerd. Ik vond hem altijd best wel, ik zeg het gewoon, vond hem best wel lekker. Goede baard, ik vond hem wel een knappe man. Het is heel pijnlijk, want hij zit hier. Kijk, waarom heb je je baard afgeschoren? Ik ga nu weglopen. Ik heb tegen gezegd 30 seconden. Dan moet de rekenmachine studio 1 zijn. Ik dacht al. Nee. Ik heb nog nooit zo hard zien rennen. Je trok echt een soort zwart kogel over de gang. Ja, maar dan schiet hij tenminste op. Oeh, net te laat. Dank je. Wij zetten dus nu een pannetje op om water te koken voor een potje thee. In mijn vorige huis had ik zo'n kraan waar kokend water uit komt, weet je wel. Maar dat heeft dit huis niet. Maar ik schrijf even op, want ik heb jou nog geen cadeau gegeven voor je nieuw huis. Wacht even met de waterkoker kopen. Hij staat wel de hele tijd op ons aanrechtblad. Dus het is wel... Ben je bang dat ik geen smaak heb? Ja. Wat wil je zeggen? Mag ik je geen waterkoker cadeau doen omdat je denkt dat je een lelijke waterkoker geeft? Nou ja, of dat je eentje geeft die niet mijn smaak is. Of ik moet nu eigenlijk zeggen onze smaak. Welke kleur dan? Nee. Welke kleur zou jij nemen? Nou, ik ben thuis bij Marieke geweest in een nieuw huis. Ik zou gewoon een hele effe grijze geven. Kan ik geen bel aanvallen? Klinkt als een leuk huis. Jij hebt gezegd, ik wil naar 7% vet in de maand juli. Ja. Waar zit je eigenlijk nu? Zal ik gaan staan gewoon? Ik sta voor mijn gevoel op een Segway. Jij kwam van 23% vet en jij wordt bij percentage 17 eigenlijk al gelukkig. Ja. Matty Valk, de man die wafels en pizza als dieet heeft, hij staat op dit moment op 15,8. Nou ja! Tom van Intercom, bouw jij eigenlijk ook een beetje dat hij het dan toch redt? Ik wist het! Irritant, hè? Ja, ik wist het! Het verjaardagsrad, ik dacht misschien is het leuk dat ik een imitatie doe van twee mensen die jarig zijn in deze maand. En dan moeten jullie raden wie het is en dan vertel ik de maand. Ja. Hey, ben jij nou jarig in deze maand? Ja, ik ben ook jarig in deze maand. Nou, toevallig op dezelfde dag. Ja. Frank en Ronald de Boer. Ja, 15 mei zijn ze jarig. Dus velen voor de maand mei, op jongens. AliExpress. Dat je hier aan waagt. Zo. Oh, was die goed? Er hebben mensen gezeten op dit tijdstip die dit beter kunnen. Ja, ik zou niet weten wie. Ja. Zo, weet je wat ik mezelf heb gegund in ons nieuwe huis? Nou. Zeepflaconnen van Marie Stella Maris. Ik weet echt, ik heb er nog nooit van gehoord. Is het een beetje rituals? Nee, it's way, way beyond. Way beyond rituals? Ja. Zo, ik wist niet dat er nog een wereld achter lag. Ja. Rituals is voor mij echt al... 19 euro voor een handpompie. Nou, ik heb 32 euro voor een handpomp betaald. Zo. Nee, joh. Voor zo'n grote. Dan was je hand alleen in het weekend met die pomp. Ja, op zondag. Oh, het is zondag. Maar ik heb het overlegd. Het mocht van de gezamenlijke rekening. Dat ga je nu natuurlijk ook overleggen. Ja, ga ik er ook even doorheen drukken. Ja. Vinden jullie mij te oranje? Mijn gezicht. Op een schaal van 0-0 tot Donald Trump. Ja, vind ik jou een 4 al wel, hoor. Ja, dank je. Ik heb dus online make-up besteld, weet je wel. Ja. Kun je niet meer in de winkel goed testen. Maar nu is die plamuur dus iets te donker uitgevallen. Oh. Ben je al gevraagd voor een sinaasappelmerk om samenwerking aan te gaan? Als Ernie een keertje ziek is. Ik heb een eigen lijstje aangemaakt. Ultiem hardlopen. Maar ik volg ook van Joseph Zer van de show Mexicaans restaurant. Ik heb van die draadloze oordopjes heb ik in. Ja. Maar ik vind echt, ze moeten een soort van cursus geven wat nou precies die functies doen. Want als je namelijk één keer tikt op dat oortje, tik, dan gaat die nummer verder. Twee keer tikken, nummer opnieuw.
Maar soms denk je, waar zit ik nou precies? Ja. Waar zit ik in deze morsecode? Wat er dus gebeurde, ik ging van Deadmau5, hè, even lekker een beetje trancen. Ja. Liep ik in één keer op de Erasmusbrug. Daar ga je een beetje van salsa rennen. Dus dan in plaats van dat je keihard gaat, ga je een beetje opzij en achter. Zo. Maar ik dacht, had ik maar castagnettes meegenomen, weet je, over de Erasmusbrug zo. Je broek losmaken voordat je in de wc bent. Hier bij Q zitten de toiletten een beetje om een hoekje. En dan als ik zo'n onesie aan heb, die knopen van dat hele bovenste gedeelte van het pakje heb ik vaak al uit. Ja, en dan kom je soms wel eens om het hoekje met een warreveld nog tegen, terwijl je eigenlijk al wel beschouwt met de blouse open. Zo, omgaat, zo, hè? Wat super voor Menno zeg. Menno is tegenwoordig om 6:02, maar ik weet nu waarom. Mijn moeder is ook nog jarig vandaag trouwens. Moeten we dan niet Antoinette even feliciteren? Congratulations! Goedemorgen Antoinette! Goedemorgen Mattie! Thierry gaat jou Mattie noemen, hè? Dat weet je, hè? Ja, fijn. Nu ik je toch spreek, wat vind je van je schoonzoon, van Sander? Zo. Ja, we hebben nu 2 schoonzonen, hè. Zal ik het eens verklappen? Wie de leukste is? Het is... als je 2 zonen erbij hebt, hè. Ach. En je had natuurlijk al Mattie, hè? Ja, zeker. Zijn er eigenlijk al veel de revue gepasseerd, zeg maar, in het leven van Mariek? Dat laat ik je lekker geheim. Nou, ik heb mijn moeder echt goed afgericht. Wauw. Ik weet niet of je dat vaak hoort, want ik heb een oudere Mariek aan de telefoon. De appel valt ook weer niet heel ver van de boom. Ja, maar het is een beetje alsof ik namelijk contact heb met de toekomst. Bedankt voor het kijken naar de hoogtepunten en we mogen je feliciteren. Jij bent de winnaar van een gratis abonnement op ons. Claim het snel door hier te klikken op abonneer voordat iemand anders het doet. Mattie en Marieke. Q Music. Mattie en